Welkom bij ons vierde testdiner hier in de Harbor Club. We zien eigenlijk ieder jaar dat het animo groeit en het past nog net binnen deze Harbor Club. Dus mensen hebben een gezellige avond, daar gaat het eigenlijk om. Leuk dat je eigenlijk alle mensen die ook zakelijk met Feyenoord te maken hebben, hier aanwezig zijn. Het zijn niet alleen de mensen die het zakelijk leuk vinden, maar je merkt ook dat heel veel mensen begaan zijn met hoe het met Feyenoord gaat. En dat is goed, dat is leuk. We zijn winterkampioen, dus je hebt altijd iets om over te praten. Het gaat natuurlijk altijd goed met Feyenoord, maar nu de prestaties zo goed zijn, ja, maakt het toch wat makkelijker, zeg maar. Cashball met een formuliertje en dan is de bedoeling dat je een bedrag invult voor het goede doel. We zitten hier met allemaal bedrijven bij elkaar en ja, wij hebben toch ook een maatschappelijke verplichting. Ja, geweldig georganiseerd. Wat een ambiance, wat een gezelligheid. Zoveel mensen, zo druk. En ja, ook de ontvangst hier in de Harbor Club, de kwaliteit van het eten, echt geweldig. Heel erg goed. Waar proosten jullie op vanavond? Op een succesvolle tweede seizoenshelft natuurlijk. Op het kampioenschap. Daar gaat het om, daar gaan we proosten. Jongens, met elkaar. Hey.